Nee, luister even, mijn naam is Nico en dit is mijn kliko. Ja? Nou, dat je niet goed zeggen. Let op, let op. Inzoomen! Ik stop dit zakdoek in zijn eigen gat. Park 55 is een van de vele projecten die zijn gerealiseerd in het kader van de stichting Meppert en Groen. En die stichting is opgericht in 1996. Dat had te maken met de aanleg van de polderbaan. Toen die polderbaan is aangelegd en er een nieuwe balans moest ontstaan tussen de hinder die we aanbrengen en het leefmilieu rondom die baan, is de stichting Meppert en Groen opgericht. En dat bestuur heeft sinds 1996 128 miljoen euro geïnvesteerd in dit gebied. En ja, u ziet hier wel eigenlijk in volle glorie ja, waar het geld aan besteed is. Met name voor de mensen uit het gebied zelf. En die ziet u hier ook vandaag. En dan gaat hij lachbaar, hè? Die gaat dus de ding in het midden knippen en is het open. Maar blijf denken, die knoop wordt weg. En als jij maar goed genoeg denkt dat die knoop weg moet, dan gaat die knoop ook weg. Dames en heren, Het voegt een bepaalde waarde toe qua natuurwaarde en landschap aan het gebied. Maar het is natuurlijk vooral belangrijk voor de mensen die toch overlast ondervinden van Schiphol. Dat daar iets tegenover staat waardoor ze kunnen wandelen, fietsen en tot rust kunnen komen in een nieuw natuurgebied, nieuw landschap. Hocus pocus, piaatje vast, ik wou dat er een speurtocht was. Hey, kijk nou, hey, is goed. Jullie krijgen allemaal van mij zo'n speurtocht. Niet van mij natuurlijk, want die komt van Schiphol, geloof ik. Of zoiets.